Ja, daar ben ik weer, hè. Nou is dat weer lang geleden, zeg, hè. Wel haast een week weer, hè. Gelukkig dat we elkaar nou twee keer in de week kunnen zien, op woensdag en op zaterdag. Maar goed, het blijft toch een hele tijd dat we elkaar niet zien, hè. Nou, ik heb wel weer het een en ander te vertellen, hoor. Ja, nou, ik heb zeker wel wat te vertellen over die dateman weer, hè. Ach, die deed van de week toch weer zo lullig in die kamer, hè. Ja, die had nou weer een onderwerp. Ik vind, dat behandel je helemaal niet in de kamer. Maar ja, hij deed het toch. Wie van de kamerleden is vanmorgen naar het toilet geweest? Steek de vinger even op. 1, 2, 3. Zo, 8, 9... 20 man, tel ik nou. Een van ons heeft vergeten door te trekken. Wie heeft er wel doorgetrokken en wie heeft er niet doorgetrokken? Even de vinger opsteken wie er wel doorgetrokken heeft. 12, 8. Allemaal doorgetrokken, alle 20. Nou, dan heb ik zelf vergeten door te trekken. Ga het even doen. Ja, het is wat, hè. Is dat lullig of niet, hè? Had hij zelf niet doorgetrokken, nou, dan ga je toch niet eerst die kamer de schuld geven. Nou ja, gelukkig gaat het allemaal verder goed met mijn vriend Kok ook. Ja, met mijn vriend Kok ook, hè. Ja. Ja, want die bestelt nog wel eens apart voor mij een neutje en zo, hè. Ja, dat doet hij bij de ober. Ja, dat doet hij zo leuk ook, hè. Trouwens, die ober weet al wat we drinken, hè. Ja, die zegt al, als die aankomt, dan zegt hij... Jägermeister, ja. Alleen als die ijs een ijskoud is. Ja, zo werkt dat, hè. Maar goed, het is weer tijd, hoogste tijd zelfs. Dus ik sluit weer af met mijn wekelijkse kreet. U kunt thuis allemaal weer meedoen natuurlijk. En ik zeg weer graag tot volgende week. Tuut, tuut, tuut. De groetjes voor Ruud. Geinig, hè.